Hey iedereen, hopelijk gaat alles goed. We gaan schizofrenie bekijken, symptomen en wat er gebeurt in het brein. Er zijn twee soorten schizofrenie. Je hebt de zeldzame schizofrenie, die bij iets minder dan 1% van de bevolking voorkomt, en de niet bestaande schizofrenie waar films en series vol van zitten. Scenario-schrijvers van films zijn geobsedeerd door een soort van schizofrenie dat eigenlijk geen schizofrenie is. Dit creëert een probleem waarbij veel verwarring en stigma ontstaat. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie krijgt de helft van alle mensen met schizofrenie niet de behandeling die ze nodig hebben. Dus bespreken wat schizofrenie echt is, is belangrijk. Schizofrenie betekent letterlijk zoveel als gespleten geest. Gespleten betekent niet dat er verschillende geesten zijn, maar dat de geest gespleten is met de realiteit. Het gaat dus over dingen ervaren, denken, zien, horen die er niet zijn. Meervoudige persoonlijkheidsstoornis bestaat, maar dat is iets anders. Het moeilijke aan deze aandoening is dat als je het niet hebt, je het je ook eigenlijk niet kunt inbeelden. Schizofrenie is dus een dissociatieve, chronische aandoening die normaal bovenkomt tussen de 18 en de 30 jaar. De aandoening kan bovenkomen bij stress, trauma, cannabisgebruik, maar kan niet daardoor veroorzaakt worden. Het is een genetische aandoening. Het is een spectrum, dus er zijn een boeket aan problemen die bij verschillende patiënten in verschillende mate voorkomen. Chaotische spraak, gedachten en gedrag, hallucinaties en waanideeën. Het is geen feest. Als de symptomen bovenkomen, en dat zijn momenten van psychoses, dan wordt denken en spreken heel chaotisch. De persoon springt constant tussen gedachtenpatronen en is nog heel moeilijk te volgen. Om ons te kunnen focussen, moet ons brein constant informatie wegfilteren. Bij deze personen kan dat wegvallen, waardoor alles heel overweldigend wordt. Waanideeën kunnen ook voorkomen. Je kunt zonder reden denken dat iemand die jou kent jou gaat mishandelen. Je kunt geloven dat een nieuwslezer is, verliefd is op jou. Je kunt geloven dat je een bepaalde ziekte hebt. Of je kunt geloven dat je eigenlijk een beroemde artiest bent. Ongeveer 70% heeft hallucinaties. De meest gekende is natuurlijk het horen van stemmen die er niet zijn. Dat is iets dat begrijpelijk nogal tot de verbeelding spreekt omdat het nogal eng klinkt. Wat het ook echt wel kan zijn. Je kunt mensen, lichten of andere dingen zien die er niet zijn. Mensen kunnen dingen ruiken of smaken die er niet zijn. En dat kan dan bijvoorbeeld tot het waanidee bijdragen dat mensen je proberen te vergiftigen. En je kunt ook dingen voelen, zoals handen of insecten op je huid. Of zelfs onder je huid. Inderdaad geen feest. Hallucinaties zijn niet gelijk aan schizofrenie. Deze kunnen ook bij andere problemen of bij druggebruik voorkomen. Bij onderzoek naar het brein van mensen met schizofrenie hebben wetenschappers ontdekt dat er extra veel receptoren in zitten voor dopamine. Dopamine is het beloningshormoon dat ons een goed gevoel geeft. Hier is gelukkig medicatie voor. Maar wat er ook al is bovengekomen in onderzoek is dat de hersenmassa er anders uitziet bij mensen met schizofrenie. Dat de hersenzones anders oplichten. Schizofrenie is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk voor de mensen die het hebben en het is ook niet gemakkelijk voor de leefomgeving, de vrienden en de familie. Maar al eens echt leren begrijpen wat schizofrenie is, is wel een goede eerste stap.